Netta met Ricky Lake, gloednieuw. Weet je waar die mij een beetje aan doet denken? Nou. Aan dit. Wacht heel even. Weet je wat ik wil? Dat weet je niet, denk ik. Dat staat op me gaan van de Efteling. Ja, ik wou net zeggen. Oké, dat had ik niet door. Dit is toch tof dit? Dit is toch vet dit? Even. Nou ja, tot zover. Dat is toch vet? Dat vond ik hem op lijken. Daar moest ik in één keer. Ja, aan de Efteling. Nee, aan die remix. Ja. Niet aan de Efteling. Oké, ja, jij zegt het. Hoezo moet je naar Efteling hierbij denken? Nou, nee, je bent niet zo'n grote man, hè? Wat nou. Een grote man. Ja, ik moest even terugschieten. Ik snap je. Rick, help. Wat? Ik snap het niet meer. Ik jou helpen? Ja, schoot iets terug of zo? Wat schiet er terug? Ja, gewoon even. Het is pas zaterdag in de vooravond. Straks schiet er pas iets terug. Nou, oké, okay, we gaan door. Oké, let's go. We gaan door. We gaan het even hebben over de muziek die op dit moment lekker populair is. Ja. Als we naar YouTube kijken, dan valt één ding op. Namelijk dat zangeres Maan, die vorige week nog een nieuw album uitbracht, in de trendinglijst 3 keer voorkomt. Met 3 gloednieuwe video's. Nou, dat is vrij bijzonder. Ja. Eerlijk gezegd, de video's zijn mooi, maar wel simpel. Dus ja, dan kun je er wel 3 tegelijk uitgooien natuurlijk. Het gaat om Vergeet Je Niet, Nog Even Niet en Onverstaanbaar, de titelsong van het album. En Ze Helpt Maar Ze Lacht, de single die vorige week aan de Infinity-lijst is toegevoegd, die staat in de Nederlandse top 40 nu al op nummer 3. Dus met Maan gaat het helemaal top. Ja. Met Snelle gaat het ook goed. Zijn nummer Smoor Verliefd staat nog steeds op nummer 1 in de top 40. Ik vond het een beetje een zeik nummer, maar blijkbaar doet hij het goed. Nou, ik vind het ook niks. Ik hou niet zo van Snelle. Nou ja, ik vind hem oké, dit nummer, maar ik zou hem niet zelf luisteren. Nee. Dat. De Hymn of the Week van vorige week. Weet je nog welke dat was? Ja, dat is Billie Eilish. Ja. Die is nu dus niet meer de Hymn of the Week. De nieuwe gaan we straks bekendmaken. Maar dat nummer, die doet het ook nog steeds goed. En die staat echt super hoog nog in YouTube's trending. Dus daar heeft Billie Eilish weer een dikke hit mee te pakken. Ik heb trouwens nog een verhaal over Billie Eilish, maar dat doe ik straks wel even. Doe dat straks maar. Ja. Dan hebben we nog de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 40 deze week. Die komt van Dua Lipa. Het nummer Physical. Gloednieuw, lekker jaren 80 sound. En we horen hem straks. In het volgende uur komt hij lekker voorbij. Dus blijf vooral luisteren. En tot slot, daar gaan we helemaal naar luisteren. Het is heel bijzonder dit. Een nummer dat deze week erg populair werd ineens. Maar dat nummer is al 21 jaar oud. Oeh. Die is in 1999 uitgekomen. Maar deze week, of eigenlijk afgelopen week, is hij weer populair geworden door de Super Bowl. De halftime show werd dit jaar verzorgd door Jennifer Lopez en Shakira. En Jennifer Lopez die had haar ook haar dochtertje meegenomen. Oh, nou ja, kinderen doen het altijd goed. En haar dochtertje zong onder meer, of eigenlijk vooral, Let's Get Loud. Oh, oké. Okay. Lekker zeg. Ja. Maar dat dochtertje, ja, dus die staat daar een beetje te shaken. Ja, het is wel schattig. Ik moet even kijken. Oké, maar goed. Lekker nummertje hoor. Goed om het weekend mee open te poppen met een biertje. Laten we ook maar lekker luid gaan dan. Ja, maar helemaal luid. Helemaal. Woe! So drink from me, drink from me. We're on a symphony, so high. Let me shoot across the